Ja, welkom bij Bavianenvoer. We gaan vandaag kijken naar de werking van een katalysator. Dit doen we met behulp van kobaltchloride. We hebben daarvoor drie buizen. In de eerste buis hebben we kalium-natrium-tartraat, waterstofperoxide en de katalysator kobaltchloride. In de tweede buis hebben we kalium-natrium-tartraat en waterstofperoxide, maar geen katalysator. In de derde buis hebben we voor de referentie als kleur kobaltchloride en water. De reactie vindt onder ideale omstandigheden plaats bij 50 graden. Dus we hebben een waterbad gemaakt van 50 graden. Deze buis, daar vond de reactie plaats. Het werd helemaal donkergroen en vervolgens kwam de originele kleur van de indicator weer terug. Bij deze buis kon je zien dat er geen reactie heeft plaatsgevonden. En de laatste buis is natuurlijk gewoon de referentie. Dat betekent dat je dus inderdaad een katalysator nodig hebt en dat de katalysator niet verbruikt wordt. Is de lefkleur? Die wel. Daaronder waar die nu bezig is, nog niet. Nee, die is nog niet meer. Hou er strijken, Erik. Ja, maar hou er werken.